Spakenburg heeft het meestal niet zo makkelijk met Excelsior Maassluis. Het is een duel tussen de nummers 7 en 10 van de Bad Nations divisie. Spakenburg met Koen Westdorp in de basis. Kende een moeilijke bekerweek en heeft hier de eerste mogelijkheid van de wedstrijd. Boven Essen. Strand op doelman Tom Boks. Dit is Verhagen. Voorzet slecht verwerkt en El Azouti had hem wel mogen maken. De aanvoerder van Spakenburg. Excelsior dan. Met Overman. Oudspeler van Jong Sparta. Bal wordt weggewerkt. Dit is een ongelukkige botsing. Het mag allemaal door van scheidsrechter Timmer. En dan is Spakenburg weg. Via Van Huffel. Dit is een aardige bal van Van Huffel. Maar de doorgelopen Nick Verhagen kan er uiteindelijk niets mee. Dit is Van Essen met een goede voorzet. En El Azouti komt net niet hoog genoeg. Excelsior dan. Met Vincent Schippers. En de vingertoppen van Alessandro Dame. Opnieuw de Maassluisers. Daar vond Seca. En Langendijk. En die had daar wat meer mee mogen doen. De vrije trap. En die gaat er in één keer in van Vincent Schippers. Opslag van rust, Excelsior op voorsprong. En daar ziet Alessandro Dame er niet goed uit. Excelsior op voorsprong. En de overtreding van Van Huffel leidt onmiddellijk tot een opstootje. Scheidsrechter Timmer kan niet anders dan Van Huffel hier de gele kaart voor geven. Dat is zo'n beetje het laatste wapenfeit van de eerste helft. Met een reprimande aan allebei de heren. We gaan rusten op de Westmaat. Excelsior op voorsprong tegen Spakenburg, dat dus vorige week nog zo goed won. Van regerend kampioen Katwijk. Dit is ook een stevige. Van Kevin Derksen, die gaat ook in op de bon. Overtreding op Nick Verhagen. En Spakenburg is er door. En daar is de gelijkmaker. Die komt van Ahmed El Azouti. De assist van Van Huffel. En El Azouti heeft haast, want die vindt een gelijkspel tegen Excelsior Maassluis niet genoeg. Verhagen dan. En daar is opnieuw El Azouti. Met zijn tweede van de middag en zijn derde van het seizoen. Spakenburg op voorsprong. Verhagen opnieuw. En nu Floris van der Linden in de ploeg gekomen. Strand op doelman Tom Boks. Spakenburg is los. Want hier is Verhagen met de 3-1. Excelsior Maassluis hoopt dan wat terug te doen van de Beemt. En die bal die gaat er zomaar in. Nino van de Beemt vindt Pieter Langendijk. En die maakt er 3-2 van in de extra tijd. En dan heeft Excelsior Maassluis zomaar nog een puntje in het zicht. Totdat hier Ahmed El Azouti er weer vandoor is. Met zijn derde van de middag beslist hij de wedstrijd definitief. Spakenburg verslaat Excelsior Maassluis. Op de Westmaat wordt het 4-2 voor de Blauwen.